Mijn naam is Guillaume Ganzenfles. Ik ben graphic designer, design researcher bij mijn eigen studio. En ik doe verschillend grafisch ontwerp waar de conceptuele kant het meest belangrijk is. Hiervoor heb ik een opleiding gedaan op de Kunstacademie in Nederland. En daar heb ik heel erg conceptueel leren denken. En vanuit die perspectief wil ik eigenlijk ook ontwerpen maken, omdat ik denk dat er daarvoor veel waarde in zit. Obstakels zijn vooral om een soort van goede basis te vinden van waar je opdrachten vandaan haalt. Het is toch echt wel, je moet mensen kennen en dan maak je weer wat werk wat gezien wordt door andere mensen. En dit is toch zeker wel een challenge om dan een stroom van opdrachten binnen te krijgen. Voornamelijk vind ik het heel tof als je een project doet waar je van tevoren nog niet helemaal zeker weet van of je alle skills al in huis hebt en op die manier je eigenlijk je eigen skillset uitbreidt. En dat gebeurt in bijna elke opdracht wel. Ja. Ik denk dat het echt heel waardevol is om meteen al een soort van ervaring op te doen met klanten te werken, maar ook op een bepaalde manier te zien van oké, je maakt nu echt iets voor iemand en dan moet het ook echt super goed zijn. Ik denk dat het belangrijkste is om toch uit je comfortzone te stappen en ook dingen aan te nemen die je misschien wel, misschien niet helemaal zeker bent van dat je dat gaat kunnen. Want eigenlijk is het altijd zo dat je dan heel veel moeite erin gaat stoppen, je skills leert en een heel tof eindproduct brengt. Dus dat raad ik echt aan om te doen.